Ja, dag lieve vrienden, hoe is het daar? Mooi, 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 mooi. Heerlijk dat het allemaal zo goed gaat met jullie. Met mij gaat het ook helemaal redelijk. Ja, redelijk. Ik vond de zomer te snel voorbij gaan. En ik geloof niet dat het een hele leuke winter gaat worden. We krijgen dat gekloot natuurlijk weer met die corona. Wat gezeur met die QR-codes. Ik heb er geen zin in. Maar goed, wat heb ik te willen? Ja, dat is wat ik te willen heb. Een lekker reviewtje maken voor jullie. Want wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons eigen beetje opgestuurd? Laten we toch even gaan kijken. Verdikken. Hoppatee. Leuk. Tonijn. Hou ik van. Ik eet veel tonijn uit blik. Geef ik gelijk toe. Dus ik ben een liefhebber. Waarom? Omdat ik tonijnsalade lekker vind. Op een broodje. Ik hou van vis sowieso. En ik vind tonijn uit blik, het makkelijkste visje wat je kan krijgen. Ja, natuurlijk, ik ga ook heel vaak naar de visboer voor een hanekie. Maar als je dus even iets anders wil, is tonijn uit blik lekker. Eigenlijk altijd lekker. Hoe maak jij dan in godsnaam je tonijnsalade, Jan? Je flikkert zo'n blikkie in een bakkie. Mayonaise erbij, beetje ketchup erbij, beetje citroensap erbij. Kappertjes aan de hand. Uitjes, dus blokjes, kleine blokjes ui, een handje erbij. Je kan een beetje tabasco voor een beetje voor de bijt erin. Je kan een handje peterselie als je het hebt. Als je het niet hebt, hoeft het ook niet. Peper, zout. En mixen, broodje, snijden, erop. Ap, top. En als je het een keer wil, doe je een gekookt eitje erop of een stukje tomaat. Kan jij wat allemaal bommen, maar het is zo gemaakt en het is altijd lekker. Dat gezegd hebbende, wat nu? We hebben hier drinkblikjes tonijn. Deze ken ik. Rio Mare. Is Italiaanse tonijn. En dat is denk ik een soort van gouden tonijn. Want één blikje hiervan, dit blikje kost zo 4-5 euro'tjes. Hartstikke dure tonijn. Maar misschien is het wel hele mooie en lieve tonijn. Een goed gevangen tonijn. Weet ik het. Fishtails tonijn. Die doen een beetje Rio Mare na, maar die kost wel gelijk geloof ik de helft. Die kost denk ik een eurotje of 2,5. Misschien 3. En dan heb je dit. Statesman tonijn. En dat zie je helemaal onderin het vak liggen. Dit ligt bij de voeten. Want dit is goedkope meuk. Ik denk dat dit niet eens een eurotje is. Maar het veen is natuurlijk, het is alle drie tonijn. Het is alle drie van hetzelfde visje, zou je zeggen. Dus hoe kan het dat deze nou zo godvergeten goedkoop is en deze zo godvergeten duur? Ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Nee, ja, ik meen het echt serieus, ik weet het niet. Maar smaakt die goedkope dan ook zoveel minder dan de dure? Dat zijn vragen die wij stellen bij Jans Reviews. En hoe zit het dan met het middensegment? Lijkt die meer op dan de dure of lijkt die meer op de goedkope, waardoor je beter de goedkope kan kopen? Godverdomme. Het is bijna een wetenschappelijk programma aan het worden. Amen. Wel handig van Ahmed dat hij tonijn in water heeft gekocht. Want zo proef je dus de tonijn. Dus dan proef je de kwaliteit van de tonijn. Ik koop zelf altijd tonijn in olijfolie. Maar ja, eigenlijk is dat niet helemaal eerlijk. Want dan smaakt de tonijn eigenlijk ook al een beetje naar olijfolie. En daarmee verdoezel je de kwaliteit van de tonijn. Nu moet ik ook zeggen dat ik kocht vroeger deze, want dan dacht ik, nou toch wel stoer dat ik van die dure tonijn koop. Vast heel veel lekkerder. Maar ja, als je, zoals ik net al zei, een tonijnsalade maakt met mayonaise en ketchup en citroenzuur, maakt de kwaliteit van het tonijn nou niet zo heel veel meer uit. Dus dan kun je beter 4 blikjes van deze kopen. Al koop ik dan niet de goedkoopste, koop ik meestal Princess. Waarom weet ik ook niet. Wat zit erin? Hier zit in skipjack tonijn, water en zout in de goedkope. Wat is skipjack tonijn? Nou, mijn god weet het. Weet ik niet. Wat zit in het duurdere? Dat is dus middelsegment. Skipjack tonijn en water. Vangmethode hengel en lijn. Hoe hebben ze dit dan gevangen? Ja, dat staat er niet op. Komt uit Ecuador. Best ver. En dit komt uit Spanje. Dichterbij. Ook dit is skipjack en water. Punt is, oh, vanggebied Indische Oceaan. Ja, dat is niet Spanje, hè. Punt is, hier hebben ze water bij gepleurd. Hier, of zout bij gepleurd. Hier dus niet. Hoe zit het bij die dure?
Yes, je moet bijna een leesbril, joh. Tonijn, water en zout. En natuurlijke aroma's van selderie en ui. Oh, maar dat staat hier niet op. Hier staat tonno op. Tonno, anaturale. Anaturale betekent niet dat hij een stengel bleekselderij in zijn hol heeft gekregen. Of een bos ui onder zijn nek had. Zie je, Iliana is zijn boel weer aan het oplichten. Maar goed, daar staat iets bij. Tonijn, en dan staat er staan er twee sterretjes bij. Dan moet ik denken op zoek naar wat die sterretjes dan inhouden. Eutunus, Katsuonus, Pelamis. Ik zou je vertellen, deze middensegment, die skipjack tonijn, is dus ook gewoon de Katsuonus Pelamis. Dus dat is gewoon precies dezelfde tonijn als hierin. Ja, en waarom zou dit dan een andere tonijn zijn als dit ook skipjack is? Zelfde tonijn. Waterzout, waterzout, bleekselderij, ui. Proeven. Kijk, even die papiertjes eraf. Ja, kom zo bij jullie. God voor u. Kijk, dit blikje is natuurlijk allemaal wat chiquer, wat is allemaal wat moeilijker. Maar ja, het gaat erom de inhoud. De goedkope tonijn is tonijnprut. Het is een vliebertjes tonijn. Dus ik denk dat dit restafval is. Het water is inderdaad verschrikkelijk zout. Want ze hebben er ook zout in gegooid. Smaak van de tonijn. Vrijwel niet. Heel zout. Ze hebben er zout in geflikkerd. Omdat dit waarschijnlijk de meest smakeloze stukken voor de tonijn is. Middensegment. Stuk minder water. Zie je dat? Merk het alleen op. Wat zegt dat? Nou, niks. Dit zijn vliebertjes tonijn. Maar grotere vliebertjes dan daar. Ja, kijk. Dit is wel een onderdeel van een moot. Dit is allemaal fijn gemalen bende. Dit is een onderdeel van een moot. Dus er zit een stuk tonijn in. Wat valt op? Veel minder zout. Omdat er geen zout in zit. Smaak van de tonijn. Minimaal. Die van 1 euro zout, smaak van tonijn minimaal. Die van 2 euro niet zout. Maar hier proef je gewoon eigenlijk helemaal niks. Hebben ze die nog opgeluid met een handje zout. Ja, hier, die Italianen, die hebben natuurlijk eigenlijk... Kijk, er zitten wel echte brokken in. Kijk, nu hebben we het dan... Kijk, waarom dit waarschijnlijk duur is. Dit is een brok tonijn. Dat is allemaal pulp. Dit is een brok. Maar deze gasten hebben bleekselderij en ui erbij gegooid. Ja. Dat kan zo. Verschil gelijk. Zachte troep. Klein. Zachte troep iets groter. Hier moet je op kouwen. Dit is een brokken tonijn. Dit is geen restafval. Is niet zo bremzout als de goedkoopste. Is ook niet zo smakeloos als het middensegment. Maar dat is niet zo gek, want ze hebben de ui en bleekselderij in geflikkerd. Hoe smaakt het tonijn, want daarvoor eten we die bende. Nog steeds niet heel veel smaak. Maar meer smaak dan deze twee. Heel veel meer van smaak? Nee. Ietsje. Is dit dan 5 euro waard en dit 1 euro? Dat is 1 euro waard, maar dat is niet 5 euro waard. Want ondanks dat de smaak net iets beter is... Kan je mij niet uitleggen waarom dit nou zoveel duurder moet zijn dan dit. En 5 keer over de kop moet zijn van dat. Kan je mij niet uitleggen. Amen. Tijd voor de cijfertjes. De allergoedkoopste is heel erg zout en je proeft er niks van. Kost ook maar een eurotje. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is zo fijn. Het zou gewoon kattenvoer kunnen zijn. Het is zo zout. Het hoeft niet eens tonijn te zijn. Kan ook, weet ik veel, egel of kip. Of weet ik veel, hond. Alles kan het zijn, zo zout is het water. Dus dat is gewoon niet lekker. Die krijgen gewoon een 4. Dat is gewoon een wanproduct. Middensegmentje, minder nat, minder zout. Dat is fijn. Meer tonijn, meer vissig dan die zoute meuk. Er zit ook geen zout in. Het smaakt niet echt heel erg, maar wel een 6 waard. Ja, en de Rio Grande, wat lul ik nou, de Rio Mare,
Jokranden. Dat is godverdikke een enorme rivier in Zuid-Amerika. Hoe komt daar naar mij? Maar, de Rio Mare is inderdaad de lekkerste. Is ook een beetje aangeslingeld met Arie en Bleekselderij. Is ook niet helemaal eerlijk. Maar de tonijn is het lekkerste. Alleen niet dat geld waard. Ik koop liever dit voor 2 euro dan dat voor 5 euro. Dus deze, als deze een 6 is en die nog lager, komt deze ook niet verder dan een 6. En daar moet Rio Mare maar eens over na gaan denken. Want ik koop dit niet meer. Want de smaak is exact hetzelfde als die. Ja, dit is wat harder. Maar goed, als ik wat dikker aan elkaar vast. Als ik er salade van maak, want meer kan je eigenlijk niet doen met die troep. Sla ik het toch uit elkaar. Dus het maakt niet uit. Dus ik ga voor het middensegment. Zesje. Zo zie je maar mensen. Niet alleen de dure dingen zijn de lekkerste dingen. En zo moet je ook nadenken over andere dingen in het leven. Bijvoorbeeld je partner. Ja. Dus je kan ook misschien een beetje een iets goedkoper segmentje nemen. Kun je niet zo van genieten. Begrijp je wel?